nee, maar waar ik... Waar ik ja, dit is hij echt hoor. Nee, maar waar ik wel achter ben gekomen... Het verschil tussen ons... Ik ben bijvoorbeeld, heb ik gemerkt... Ik ben veel dapperder dan hij was. Hij was helemaal niet dapper, hè? Hij was overal bang van. Hij? Oeh, van de wind. Oeh, als hij op de fiets zat en de wind kwam net van de verkeerde kant. Of hij was bijvoorbeeld ook nooit naar Afrika gegaan. Ik ben naar Afrika gegaan. Dat had hij nooit gedurfd. Hij was bang geweest als hij dan een tijger was... dat hij zo met zijn cavia ergens achter een tak bleef hangen... of dan aap het maar niet los zou laten. Ik ben naar Afrika gegaan voor dat programma... voor Mark Marie in het Wild. Er was een programma. Daar moest ik in Afrika elke week... met een heel gevaarlijk dier op de foto... Als dat dier het ook wou dan, hè? Dus ik zou, ja, als je even daar zou willen kijken. En er was in Afrika... En ik dacht, oh, dan ga ik helemaal terug naar mijn roots. Ga ik helemaal naar Afrika. Dat ga ik geweldig vinden. Dat bleek ik helemaal niet leuk te vinden. Ik dacht echt dat dat een heel groot cadeau aan mijn eigen was. Maar dat was helemaal niet. Ik vond het verschrikkelijk in Afrika. Ik hoef er nooit meer naartoe. Echt waar. Echt waar. Als ik beelden zie, word ik nog misselijk. Ik vind het verschrikkelijk. Echt waar. Maar dat had er ook mee te maken, moet ik eerlijk zeggen. Toen ik naar Afrika ging, was ik eigenlijk hartstikke ziek. Ik was heel erg ziek toen ik in Afrika aankwam. Het was namelijk zo 2 weken voordat ik naar Afrika vertrok... had ik heel erg last van hoest. Ja, dat klinkt nou simpel, maar heel erg hoest. Ja, erg hoest, kan ik dan een paar keer zeggen. Maar heel erg hoest. Als je denkt aan heel erg hoest, en dan nog erger. Zo, ja, echt zo heel zo... Ja, je kunt het niet meer nadoen, maar heel... Ja, kan ik... Oh, heel goed voorbeeld, weet je meteen hoe erg het was. Per nacht had ik wel iets van 5 of 6 hoestaanvallen. Werd ik dus in mijn eigen bed op onverwachte momenten aangevallen door de hoest. En er was... Ja, en... En als ik dan zo'n hoestaanval had, ja, zoiets. Als ik dan zo'n hoestaanval had, dan had ik mijn eigen lichaam niet onder controle. Dat is gevaarlijk, hè? Als ik dan aan het hoesten was, dan was dit, deed alles weg, wauw. Weet je wel, mijn armen deed ook alles weg, wauw. Dit ook. Dit been deed ook alles weg, wauw. Nog dankjewel. Maar, ja, maar dat vind ik fijn, want dit been, ja, ik zal het ook niet snel vergeten, hoor, dit been. Dit been ging uit zichzelf, nou... Eigenlijk niet eens als ik zelf, zelfs als ik me echt concentreerde van... je doet het niet, want er zwaait iets. Dan ging hij uit zichzelf tijdens het hoesten ineens zo. Ik dacht, nou, dan moet ik naar de dokter. Ja, want dat is muiterij. En straks gaat de rest meedoen, dan blijf ik nergens. Dus ik weet nog, ik was in Tilburg en het was op een vrijdagavond. En ik dacht echt, ja, ik ga zo het weekend niet in. Dus ik ging naar de huisartsenpost. En daar was het heel erg druk, moet ik zeggen, in de wachtkamer. Er waren heel veel mensen die het weekend niet in wilden. En er was zo'n... ja, je kent die wel, van die weekendartsen. Dat zijn van die artsen die niet echt doorgeleerd hebben. En die... Ja, die kunnen in het weekend. En we hebben toch niks te doen. Dus ik kwam daar... En ik ben, oh, daar moet ik ook nog bij zeggen, ik ben altijd een beetje zenuwachtig als ik naar de dokter moet. Ik ben altijd een beetje bang bij de huisarts. Dat is een beetje kinderachtig al, maar daar heb ik denk ik van vroeger over gehouden. Want we hadden vroeger een buurvrouw, mevrouw van de Biggelaar, en dat was een hele grote, forse, dikke mevrouw. En die ging een keer naar haar huisarts. En toen zei die huisarts, nou mevrouw van de Biggelaar, kleed zichzelf maar uit. Behalve dan uw heupslip, want dat heb ik allemaal al eens een keer gezien. Zei die, gaat u maar op de onderzoekstafel liggen. Toen was mevrouw van de Beeslaar op de onderzoekstafel gaan liggen. Toen was die onderzoekstafel was opgeklapt tegen de granolmuur. Toen was ze op haar kop langs de granolmuur naar beneden gezakt. Helemaal open. Behalve dan wat hij al gezien had. En dat was puntgaaf. En mooi. Dus ik ben altijd een beetje bang als ik naar de huisarts ga. Maar ik moet eerlijk zeggen, dit was een hele... leuke, vriendelijke, vrouwelijke arts. En een vrouw echt. Niet een vrouwelijke arts van... Oeh, ziek, oeh. Nee, maar echt een vrouw met borsten en zo. En twee, geloof ik.
En toen kwam ik daar en toen zei ze van, goh meneer Huibers, waar zijn de klachten? Ik zeg, nou, ik heb heel erg last van hoest. En toen zei ze, goh, wat fijn dat u daar op een vrijdagavond mee langskomt, zei ze. Maar toen zei ook, ze zei, nee, maar ik zie wel, u ziet er niet zo goed uit. Hier gaat u niet alleen van afkomen, zei ze. Ik geef u een antibiotica-kuur. Nou kunnen mij veel vertellen, maar als een arts tegen mij zegt, ik geef jou een antibiotica-kuur, dan voel ik wel dat ze me serieus nemen. Want een antibiotica-kuur is chemisch. Prima, denk ik altijd. Ik vind het altijd fijn als ik bij een dokter chemische spullen kan loskrabben. Want ik ging vroeger wel eens naar de dokter en die zei dan van, ja, ga maar naar huis, ga maar je hoofd boven een bak met zout water hangen of met de zoutwateroplossing druppelen en zo, van dat soort onzin. Zei ik altijd, oh ja, dat zal ik doen. En dan ging ik naar huis, deed ik niet, dan ging ik terug, heeft niet geholpen, zei ik dan. En dan wacht ik gewoon tot ze mijn chemische spullen kwamen. Maar zij kwam dus al meteen in antibiotica-kuur. Ik denk, nou, heel mooi, die is in de pocket. Dus toen ging ik naar huis, ging die zo slikken. Maar na 2 dagen... het ging niet over. Maar mijn moeder zei altijd, moet alles echt de kans geven. Dus ik slikte door. Maar dat bleek achteraf de allerslapste antibiotica-kuur te zijn die er is. Voor goudvissen. Is nog nooit iemand van opgeknapt. Maar dat wist ik toen niet, dus ik slikte door. Maar na 5 dagen was die kuur afgelopen, maar de hoest ging nog steeds door. Toen kwam ik gelukkig een nieuwe huisarts tegen.